De Tiger, laten we het daar eens over hebben. Want ja, die avonturenfamilie bestaat eigenlijk al 80 jaar. Je zou het niet zeggen, maar de eerste Tigers kwamen in 1936 al ongeveer van de band rollen. Dat waren eencilinders in die tijd, werkpaarden. Maar die werden al snel ingezet eigenlijk voor alle doeleinden, van racing tot aan avontuur. En als avonturenfiets, als adventure bike, is hij eigenlijk helemaal tot nu ja, eigenlijk geëvolueerd. En we staan hier naast de Tiger 800, de 2018 modellen. En we gaan niet zomaar rijden in de buurt van Purmerend of Spanje. Nee, we zijn helemaal afgereisd naar Marokko om dit nieuwe 800 model te testen. Oké, dag 1. Even een kleine tussenstand. We hebben vandaag op de weg gereden met de XR en de XC versie. Nou, ze hebben natuurlijk een aantal veranderingen aangebracht, verbeterpunten aangebracht, ook op het blok, op de ergonomie, op de elektronica, noem het op. Maar laten we eens beginnen met dat motorblok, want dat pakt echt veel lichter op. Ze hebben allerlei veranderingen doorgevoerd eigenlijk aan de inertial mass. Een hele ingewikkelde term, maar heeft gewoon met massatraagheid van de draaiende delen te maken. In ieder geval heeft het ervoor gezorgd dat dit blok veel lichter oppakt. Je merkt meteen als je gas geeft, draait hij meteen eigenlijk snel in de toeren. Dat is wat opvalt. Tijdens het rijden ook, het trekt fantastisch mooi door, helemaal naar boven. En zeker ook met die nieuwe uitlaat erbij, met die ja, verbeterde flow eigenlijk, zorgt het ook nog eens een keertje voor een waanzinnig geluid als je hem helemaal naar boven doortrekt. Dus die verbeteringen, die verlichting eigenlijk van die inertial mass, zoals ik net al zei, ja, dat is gewoon geslaagd en dat merk je direct op deze tijd. Ja, en als we het dan toch over gas geven hebben, de Tiger 800 heeft ride-by-wire. Wat wil zeggen dat er gewoon geen draad meer vast zit aan je gashendel. Merk je dat? Absoluut niet. Nee, hij heeft voldoende tegendruk, zodat hij eigenlijk echt voelt als een echte gashendel met draad. En hij is 100% vloeiend. Er zit geen tik in, hij pakt nergens ineens op, niks. Vanaf het moment dat je hem opendraait tot helemaal bovenin is het één vloeiende gasreactie. En dat hebben ze echt heel knap gedaan. Nou, ik heb dus allebei de versies gereden vandaag. En wat valt dan op aan het verschil eigenlijk tussen die twee? De XR heeft een 19-inch voorwiel en de XC heeft een 21-inch voorwiel. Nou, dat is qua sturen dus wel wat anders. Je merkt wel dat de XR makkelijker de bocht in gaat. Terwijl ja, de XC met zijn 21-inch eigenlijk wat meer de bocht in moet gooien. Doet hij overigens prima hoor, want je zit er ook andersom. Want zo komen we ook een beetje bij de ergonomie. De XR heeft toch wat meer een echte allroad houding. Je zit ja, wat lager, het stuur staat ietsje lager, waardoor je toch wat meer in een, ja, een sportievere rijhouding zit. De XC heeft een wat hoger stuur, die staat iets dichterbij, dus je zit wat rechterop. Echt wat meer een offroad houding. Ik merk wel met mijn 1,90 meter dat ik beter zit op de XC. Hij staat ook wat hoger op zijn poten, dus ja, je zit al wat hoger. En op de XR zit je wat lager. Dus als je lang bent, zou ik persoonlijk kiezen voor de XC en niet voor de XR. Maar goed, dat is misschien nog wel een persoonlijke keuze. Qua windbescherming moet ik wel zeggen, ook met 1,90 meter, dat die ruit zeker ook in zijn bovenste stand echt wel zijn werk doet. En die wind deflectors, die nieuwe wind deflectors, ook. De wind wordt perfect langs je heen geleid eigenlijk. Als ik de ruit in zijn hoogste stand zit, heb ik wel iets turbulentie af en toe. Maar ja, ik denk dan een heel klein ja, opzetstukje of een wat groter scherm, dat misschien al voor helpt. Voor de rest, je merkt echt dat de wind om je heen gaat, dus dat is allemaal prima. En dan nog even wat specs en vernieuwingen op een rij. De Tiger 800 levert maximaal 95 pk en 79 Nm koppel. Nieuw is op de topmodellen het kantelbare 5-inch TFT kleurenscherm en de toepassing van LED-verlichting op de complete motorfiets. Mooi detail is dat de knoppenwinkel op de handgrepen nu ook verlicht is. Naast de genoemde verbetering aan het blok en het gas is nu ook de eerste versnelling korter gemaakt voor snellere acceleratie op de weg en offroad tractie. 6 riding modes heeft de motor nu, waaronder het nieuwe Offroad Pro. Daarin staan eigenlijk alle veiligheidssystemen uit. En qua styling is de motorfiets weer net wat moderner geworden en is de ruit nu 5-voudig verstelbaar.
Nou, dat was dag 1. Morgen, nadat we een kampvuur hebben gehad hier midden in ons Berberkamp, gaan we offroad met de XC-machine. Dag 2, offroad. Oké, type aanduidingen van de Tiger 800. Want die vond ik altijd wat verwarrend in het verleden. Maar ik geloof dat ik er nu wel een beetje wegwijzing ben geworden. Je hebt dus de XR, dat is de wegversie van de Tiger. De XRX, dat is de mid-specs machine, oftewel iets beter aangekleed dan de XR. En de XRT, wat echt de toplijn versie is. En heb je van de XRX ook nog een verlaagde versie. Het is niet dat je hem kan verlagen, die is gewoon standaard laag gebouwd voor de wat kleinere mens. En dan heb je de XC versie, de echte offroad versie van de Tiger. Die heb je in XCX versie, de mid-specs versie. En je hebt de XCA, de volledig aangeklede versie. Daar schuilt ook wel een beetje een kritisch puntje in. Kijk goed naar welke Tiger je wil hebben. Maak de goede keuze, want als je bijvoorbeeld gaat kijken naar de XR standaard, daar zitten bijvoorbeeld alle nieuwste snufjes die nu gepresenteerd zijn op de Tiger niet op. Dus kijk het bolletjes- en puntjeschema goed na als je zo'n ding wil hebben, want je moet wel even goed kijken welke uitrusting je echt nodig hebt of wil hebben. Oké, 2 dagen Marokko met werkelijk fantastisch weer en deze Tiger 800. Ja, en als je het moet samenvatten, tenminste de motorfiets, ja, dan moet je toch wel beginnen over dat motorblok. Hoe ongelooflijk licht dat nu draait. Je voelt hem makkelijk oppakken, je voelt hem makkelijk doortrekken. Hij is ook sterk zat. Als je offroad rijdt, en ja, dat is toch altijd een beetje de vraag, wie gaat er offroad rijden als je zo'n motorfiets koopt? Maar het kan wel, het kan heel goed. Want ja, overal voldoende kracht. Hij is licht, hij is wendbaar. Je kan er mooi mee spinnen, je kan hem uit laten breken, maar je voelt continu controle. Ik werd in een intermediate groep geschaald, dus dat wil wel zeggen dat ik iets meer kan dan misschien iemand die zo'n fiets net koopt. Maar doe het een keer, het is hartstikke leuk. En ergonomie, dat hebben ze ook aangepast. Wat ik merk bij deze XC-versie, als ik ga staan, dan voel ik precies die knie tegen die tank zitten, precies waar die moet zitten. En ik ben lang, hè? Dus dat is ook opvallend. Sterker nog, het zadel loopt ver naar voren door, dus je hebt echt het gevoel dat je je knieën in een kussentje drukt. Helemaal top. Dus qua ergonomie, motorblok, die aanpassingen zeg ik absoluut missie geslaagd voor Triumph. Uiterlijk moet je zelf maar beoordelen, want dat vind ik heel persoonlijk. En heb ik het nog niet eens over Marokko gehad, want puur op de fiets, ja, is allemaal leuk. Maar Marokko, met zijn adembenemende uitzichten, werkelijk waar. Daar moet je echt een keer naartoe gaan. Ik ga in ieder geval terug. Je hoort het alweer, volgende groep komt er alweer aan.